Kanjers hier tegen de startbank. Als eerste, op lane number 8 voor Nederland, Dave van den Burg. Voor de deurtrappers, Luis Gestel. Voor datzelfde team als Dave van den Burg, Verlu BMX, Tom Mandenmakers. Dan, dames en heren, voor het TVE BMX team, op baan 6, Martijn Jaspers. Nogmaals een man van Verlu BMX, de deurtrappers en Luis Gestel, Joris Harmsen. En dan ditmaal op baan nummer 4 voor FCC De Vaart, Niek Kimman. Gaan we naar baan nummer 3 voor de wheels, dames en heren. Koenold Raymond van der Biesen. Op baan nummer 2 dan, voor Ammerzooien, Twan van Gent. En last but not least, de titelverdediger. De kampioen van 2014 voor de BMX Greenhoppers, op baan 1, Jelle van Gorkum. Succes. Junior Elite Man, de final! Wie wordt er Nederlands kampioen 2015? Het ziet er goed uit voor Twan van Gent. Twan van Gent komt er op de eerste plaats. Komt hij zijn verdicht uit. En doet hij dat. Van Gent vergoedt op 2. Kieman op 3. Het is Twan van Gent, Mr. Red Bull. Oh, crush. Oh, de big crush hier. Voor Martijn Jaspers. En ik denk daar ook Mandenmakers. Vervelende crush. Dus even kijken, voor hem is het toch steeds Mr. Red Bull. Nee, jij hebt er helemaal niet uit. Hij zet aan. Hij wil naar de winst maken. Twan van Gent. Hij pakt hier de...